denk dat hij hier is. Ik heb hier afgesproken met Elke. Die zou weer bij een patiënt zijn. Dus we gaan eens kijken. Het onderste belken, dat ze gezegd. Hallo, hallo. Dag Dieter. Wacht, kom in. Ça va? Stoor ik niet? Nee. Kom maar binnen. Hallo. Ik heeft ze wel verzorgd of ja? Ja. Oké. De zorg zijn al toegediend. Jij weet, elke dag zie je elke keer passeren. Ik ben tevreden als ze komt. En drinken jullie dan eens een keer een tasje koffie samen? Of ja. Of ze kregen mee, mag je drinken? Jawel, voilà. Ja. We gaan dat doen, hè. Keigoed. Dat zie ik ook voilà. Zitten. Ja, en dat is zo bij veel mensen een lichtpuntje als wij komen. Want sommige mensen zijn echt een hele dag alleen. En die kijken daar naar uit tegen dat we daar zijn. Dag alleen, hè. Ida, dat was heel lekkere koffie. Waarvoor dank. We moeten door, zeker, hè? Ja, op naar de volgende. Kom, ik kan een dikke kus geven. Hou je goed, hè? Ja. Ik zit mij hier. Ja, dat is goed. Die Ida is weer geholpen. Ja. Fijne vrouw, hè? Ja, zo'n toffe. Je bent wel een sprankelende vrouw, hè? Is het waar? Ja, dat vind ik wel. Allee, voilà. Ik probeer mijn patiënten ook aan het lachen te brengen, zo. Ik vind dat tof als je zo'n keer samen echt een keer goed gelachen hebt. Ja, dat is gezond, hè. Dat is een medicijn. Dat is een medicijn. Een medicijn op zijn eigen, hè. Wij zijn een heel goed team ook. In Stroombeek. We zijn een goede klik. Wij verstaan elkaar goed. We helpen elkaar waar dat nodig is. Je kunt op elkaar rekenen. Je kunt wel inhalen voor elkaar. Ja, we zijn alleen op de baan. Maar soms hebben we elkaar ook nodig in die zin van... stel, je krijgt een oproep, patiënt is gevallen. Ja, ik kan geen mens van 100 kilo op mijn eentje recht krijgen. Dan mogen we nog zoveel goede ventieltechnieken kennen, dat gaat gewoon niet. En dan weten wie dat er in de buurt aan het werk is en dan bellen wij elkaar op. Ja. Dus dat is de charme aan thuisverpleging. Je hebt een zekere zelfstandigheid. Je bouwt eigenlijk alles, je zorgen en je tour zelf uit. Maar je hebt altijd een entourage waar je op kunt terugvallen. Dus je hebt ook echt wel collega's? Ja, meer als dat eigenlijk. Want wij zien elkaar ook soms buiten het werk. En ja, dat is... Al die auto's bij elkaar. Ja, zo is dat. Ja, dat is zo. Ik heb dat soms als ik zo voorbij bepaalde huizen rijd. En ik denk van, ah ja, daar woonde die en ik ben daar dan nog geweest. Voilà, ze. Ik ben dat gekend. Ja, dat is de vrouw van een patiënt van mij. Zo, grappig. Ja, ik voel me soms zo, zoals koningin Mathilde zo in haar auto. Iedereen herkent ook direct, hè? Dat weet dat ook. Ja. Je bent verpleegkundige. Heb je daarnaast nog andere zaken dat je daar... Ik ben ook stagementor bij ons op de afdeling. Ik ben wel zo wat de vaste rots in de branding in die zin dat ik een opweg help, een beetje uitleg waar de verschilpunten liggen tussen ziekenhuisverpleging en thuisverpleging. Mm. En ik zorg dat ze eigenlijk een stagerooster hebben, dat ze met een collega mee de baan op kunnen. Maar daar steekt ook nog veel tijd in. Daar kruipt wel wat tijd in, maar het plezante is dat ik die een tijd invul wanneer het mij uitkomt. En dat contact met de jeugd is wel plezant, denk je, hè? Ja, ik vind dat tof. Eigenlijk werkt het mee aan de toekomst van de zorg, hè. Ah, ja, dat is wel, hè. Dus, ja, ik vind dat wel tof. Voilà. Alright. Ik ga je hier ergens afzetten. Keigoed. Want ik ga mijn dochter van school gaan halen. Je gaat er iets mee gaan eten, zeker? Hè? Ja, ik haal die zoveel mogelijk over de middag even naar huis. Om thuis samen met mijn boeken te eten. En dan doe ik die weer naar school. Heel zalig. Voilà. Hé, hey, het was heel fijn. Ja, het was tof. Meter, het was tof. Salut, hè. Ja, tot ziens. Oké. Dag. Bye-bye.